Yo, Nintendo fans. Ow, Nintendo fans. Piet is er ook weer. En nu niet meer. Welkom bij een nieuwe Paper Mario video. In de vorige video hebben we een hint gekregen op Schedeleiland. En nu gaan we weer lekker varen. En hopelijk snapt kapitein Toad waar we nu naartoe moeten. Olivia vindt sowieso dat we het paarse lint moeten volgen. En de mist is lekker weg. Dus nu kunnen we overal naartoe. Kijk, daar is het paarse lint. Gelijk achter Schedeleiland. Dus dat is wel chill. Eens eventjes kijken. We kunnen hier even gaan duiken. Even kijken of we het... Of we het paarse lint kunnen volgen. Ja, daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij. Ja, en hij gaat weer... Ja, hij gaat weer de zeebodem in. Dit is niet best. Wat moeten we hier nou mee? Laten we de zekerheid eens even bekijken. We moeten volgens mij een diamantvormig eiland gaan zoeken. Ja, misschien moeten we maar gewoon het lint volgen. Wat heb jij te vertellen, vriend? Hebben jullie het lint gezien dat de grote zee ingaat? Het loopt best ver door naar beneden. Waar komt het vandaan? Wat doet het daar? Rare boel, hoor. Ja. Inderdaad. Maar we gaan het gewoon volgen. Oh, eens even kijken waar die helemaal naartoe loopt. Kijk, dit ziet er wel uit als een vrolijk eilandje trouwens. Dat is duidelijk een paddenstoel. Ik noem het paddenstoeleiland. Hoppa. Staat weer wat moois op de map. Zullen we daar eens even aanmeren dan? Ik ben wel heel erg benieuwd. Oh. Oh, we moeten even de vuurorigant gebruiken hier zo te zien. Want heel dat huisje is bevroren. Het hele huis is ingevroren in een blok ijs. Hopelijk gaat het goed met de bewoners. Ja, inderdaad. Hopelijk wel. Dit is sowieso een bewoner, denk ik. Want dit is een tootje. Na dagenlang zwemmen ben ik eindelijk op dit eiland aangekomen. Vriend en ik zouden elkaar hier treffen als een enorme ramp plaatsvond. Maar waar is hij? Goeie vraag, vriend. Ik denk in dat huis misschien. Is die... Oh, kijk, 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 kijk. Ja, een klap tegen die boom, dat helpt. Kunnen we de vuurorigant op gaan roepen? Olivia, transformeer. Ik kies jou. De vuurorigant. Deze is zo vet. Lekker, Olivia. Smelt heel dat blok ijs maar. En dan kunnen we eens naar binnen. Normaal gesproken krijg je altijd uppies in die groene toothuisjes. Maar ja, ik ben benieuwd of we hier nu ook een uppie gaan krijgen. Hallo! Iemand hier. Oh, dit is best wel stil, ja. Hier woont duidelijk iemand. Waar kan diegene zich verstopt hebben op zo'n klein eilandje? Nou, misschien gewoon hier in huis? Doe, er is hier nog een deur. Oh, we moeten een deurknop vinden. Er is geen manier om deze te openen. Heeft iemand een extra deurknop? Nee, die heb ik nog niet gevonden. Waarschijnlijk kunnen we die ergens opduiken. Of zou die in een ander boompje verstopt zitten? Nee. Ik ben een beetje bang dat we die niet op dit eiland gaan vinden. Jij weet het toevallig ook niet, hè? Er moet nog wel een toad verstopt zitten hier ergens trouwens. Nou, ik kom hier later nog wel een keer terug. We gaan gewoon even dat lint volgen. Deze kant op. Oké, ja, hier langs, hier langs. Hier helemaal langs. En hier gaat hij weer de zee in. Godverdorie, jongens. Hoe gaan we dit fixen? Hij gaat overal de zee in. Is het een of andere gigantische octopus of zo? Hey, we vinden het volgende eilandje. Dit is een hartvormig eiland. Oh, volgens mij moesten we op zoek naar een ruitvormig eiland. Dat is wat er werd gezegd door dat engelenbeeld op Skull Island. Dus ik denk niet dat dit het goede eiland is. Maar ja, ik wil toch gewoon even gaan kijken natuurlijk. Ja, we hebben ook nog een ander doel. Dat is 14.000 muntjes verzamelen. Want er was een sniffer die een heel goed item had voor 14.000 muntjes. Dat kan je zien in de vorige aflevering. Dus als je dat nog niet gecheckt hebt, ga het zeker even checken, zou ik zeggen. Nou, dit gaat alleen niet heel erg hard. Kijk eens, een glanzende paddenstoel gevonden. Helemaal top. Even alle gaten aan het vullen. Het gaat niet heel erg hard met de muntjes hier op dit eiland. Hoppakee, hoppa. Hier is ook nog... Oh, kijk, een grote snipperzak. Lekker! Alle gaten zijn gevuld. Blokje is gepakt. Kunnen we hier nog naar binnen? En dan komen we hier... Oh, dan komen we hier achteruit. Maar eigenlijk wil ik naar boven. Oh, kijk, hier is een knop. Ja, we hebben de helft. Oké. Ja, kijk, er moet... Oh, wacht, wat is dit? Wat is dit? Ah, dit zijn vleesetende planten. Ik ga de toads even hun werk laten doen, jongens. Die toads mogen even lekker al die vijandjes op de plek gaan proberen te zetten. Nee, dat doen... Oké, dat doen jullie niet helemaal. Oké. Oh, maar nu kan ik het zelf al, denk ik. Ja, dit zo. En dan deze ring hierachter. Yes. En eens even kijken hoe dit gaat met de glanzende ijzerschoentjes, jongens. Hoppa. Kunnen we ze... Ja, we maken ze allemaal kapot. Lekker! Ik denk niet dat ik ze met normale schoenen kan pakken. Want ik denk dat ze mij dan opvreten. Kijk maar, want sommige die staan echt naar boven te happen gewoon. Alsof ze nooit te eten hebben gekregen. Je geeft mij ook nooit eten. Komt die weer, jongen. Je krijgt straks eten. Ja, wat dan? Vernieuw je yoghurt met mayonaise. Oh ja, daar hou ik wel van. Dankjewel. Oké. Chillen maar weer. Rustig aan. Rare plant, jongen. Anyways, battletje is weer gedaan. Hoppakee. En dan gaan we eens even dat andere knopje zoeken. Zit die dan hierachter? Ja hoor, die zit zeker hierachter. Hoppakee. Oké, wat komt hier tevoorschijn? Kijk, een extra hart voor extra leven. Moeten we alleen nog daar
daar even zien te komen? Hoe kom ik daar? Moet ik al deze bosjes dan neerknallen? Oh, hier is ook nog een knop. Ja, daarmee gaat dat ding draaien. En dan? Er gebeurt niet zoveel. En er nog meer knoppen hier? Ik bedoel, er zijn hier nog meer bosjes op zich. Ja, nog meer knoppies. Oh, huh? Daarmee laat ik de toeter afgaan van de boot. Heel raar. Oh, oké. Okay. Ah, kijk, hij pakt een bal. En dan moet ik niet deze hebben natuurlijk. Welke knop liet hem omdraaien? Was dat deze? Ja. Maar dan valt die bal toch gewoon het water in? Ja, precies. Dit helpt niet echt. Wacht even. Hier zit sowieso nog een knopje achter. Kijk, en dan waarschijnlijk is dat spoor, die baan, die wordt heel gemaakt. Oh, nee, dit is een resetknop. Potverdorie. Hier dan. Moet ik deze knop dan indrukken? Ja, kijk, nice. Dit is de goede knop. Dan moeten we hem eerst weer even die bal laten pakken. Dat is volgens mij deze. Yep. En dan deze. Dan gaat hij die bal gooien, volgens mij. Ja, kijk, toppie. Lekker. Ik weet nog niet wat we aan die bal hebben. Maar misschien kunnen we via die bal naar boven dan. Ja, kijk, nice. Oké, wat gebeurt er als we deze knop indrukken? Dan draait hij een rondje. Nou, helemaal leuk. Volgens mij hebben we daar niet heel veel aan. Maar oké. We moeten nog wel op dat middelste eiland zien te komen. Kijk, hoppakee. Bruggetje erbij. En het hartje. Ja hoor. Hoppakee. Oh, dat is een toad. Ja, teleurgesteld dat ik geen echt hart ben. Ja, een beetje wel toad. Neem het niet te zwaar op. Liefde is overal om ons heen. Oh, kijk. Hij heeft alsnog een hartje. 20 HP erbij. Lekker! 155 HP in totaal. En we zijn ook weer wat sterker geworden volgens Olivia. Dat is altijd relaxed. Gaan we hier nog even doorheen, want hier staat ook nog een kissie. Daar zit ook nog een knop. En dan ga ik eerst wel even het kissie openen. En daar zit ook weer een tootje in hoor. En die toot weet waar we een andere schat kunnen gaan vinden. En dat is daar. Zullen we dan nog even op deze knop drukken? Oh, dat laat een visje spannen. Nice. Inmiddels al 3 visjes. Zal ik hier gewoon mee doorgaan? Oh nee, het zijn maximaal 3 visjes. Oh, wow! Oké. Dit was niet de meest slimme move, volgens mij. Toads, ik kan wel wat hulp gebruiken, jongens. Lekker, pak ze aan. Ja, zo en dan zo. Oké. Ik mag ze 5 keer aanvallen. Ik ben sterker geworden, dus ik ben benieuwd hoe sterk ik dan ben geworden. Dit doet allemaal 20 HP damage en 19. En ook met 19 zijn ze kapot, dus gelukkig. Hoppa, dappa, rippa, bappa. Komen ze op me opeens met z'n allen aanvallen, jongen. Wat de gekke. Ik zit gewoon rustig op dat knopje te drukken. Ik denk, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat maakt het dus wel uit. Hoppa, yes, bam. Ja, dat ene beestje, dat overleeft het dan. Weer, hè? Dat dacht ik al. Ja, oké. Doei! Mazzel! Ja, die rent altijd weg. Ik snap het ook niet. Nou, we hebben er in ieder geval weer behoorlijk wat muntjes bij. En dat was het. Dit eiland is klaar. Harteneiland is klaar. Maar we moeten dus eigenlijk op zoek naar Ruiteneiland. Want Ruiteneiland, dat gaan we ons voorbereiden op de volgende tempel. Of in ieder geval, dan krijgen we meer hints over hoe we dat lint nou, ja, wat we daarmee aan moeten. Dus oké, we hebben Harteneiland gehad. Toadeneiland, ja, dat lukte me niet helemaal. Dus even kijken of we Ruiteneiland kunnen vinden als we hier verder gaan. Wow, wat is dit? Dit is een mega walvis. Wat gebeurt er als ik hier duik dan? Oh, helemaal niks. Wow. Oh, wow. Hij spuit gewoon omhoog. Wat gebeurt er als ik daarin vaar? Wow, we zweven. Yay. En als ik nu duik? Nee, ik kan nu niet duiken. Ik dacht, als ik nu duik, dan duik ik gewoon in die walvis. Nou, dit was even leuk. Nog meer rotsvormige eilanden. Ruiteneiland is van nu toe nergens te bekennen. Dit is vraagteken-eiland. Raadselachtig eiland. Oh, we zijn al helemaal hier, joh. Ja, ik ga even nu verder op zoek, want ik wil toch echt heel graag dat Ruiteneiland vinden. Kijk, we zijn weer bij de Princess Peach aangekomen. Die zet kapitein Toad ook gelijk even op onze map. Helemaal top. Hey, wat is dit voor boog? We hebben hier een boog gevonden. Zouden we hieronder kunnen... Als we hieronder duiken, hè? Zou daar nou een schat liggen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Wow, kijk, zij hebben hem. Zij hebben hem te pakken. Pak ze! Grijpen! Trekken! Lekker! Ja, wij zijn die echte piraten, jongen. Die echte piraten. Openen maar, die handel. Oeh, de papier-maché Gooper Blooper miniatuur. Die is wel vet. Yo, wat is dit? Wat is dit voor een speciale zwaardvis? Wow! Wow! Oh, was dat het? Heb je nog meer muntjes voor ons? Ja, die laten allemaal munten achter. Die moeten we volgen, denk ik. Nice!
Nice! Meer muntjes! Meer muntjes! Give me more, give me more! Hopelijk geeft hij straks echt een keer 1000 muntjes of zo. Heb je een keer 1000 muntjes? Dat was het. Ja, we hebben wel veel muntjes gekregen van hem op het einde. Ik weet niet hoeveel er waren, maar het waren er wel veel. Maar waar is nou Diamanteneiland, Ruiteneiland? Waar ben je? Oké, ik zie hier het lint weer verder gaan. Zijn we hier dan al geweest? Even de map bekijken. Nee, volgens mij zijn we hier nog niet geweest. Dat lint, dat komt er steeds weer terug. Yo, Shy Guy. Wat doe je hier, man? Is het je opgevallen dat er een enorme schelp op de zeebodem ligt? Nee, maar ik wil wel even kijken. Een enorme schelp op de zeebodem. Waar dan? Die? Bedoel je die? Nee, die bedoelen ze blijkbaar. Deze bedoelen ze. Oh. Dan laten we die even meenemen. Die ziet er aardig waardevol uit, jongens. Nou, maak hem anders even open. Nee, we maken hem niet open. Het is wel een grote sleutel, blijkbaar. Ja, die Shy Guy, die wil hem waarschijnlijk hebben. Olivia, die wil hem koken. Maar waar kunnen we dat doen? Echt, gaan we die schelp koken? Gaan we die niet aan deze Shy Guy geven? Als je dat ding op een barbecue legt, wordt het wel schruwelijk lekker. Oké. Wat is dit? Dit is ook niet het eiland wat we zoeken. Dit is Klavereiland. Maar we zijn op zoek naar Ruiteneiland. Moeten we gewoon dat lint daar naartoe volgen? Is Ruiteneiland daar dan ergens? Daarachter. Eventjes om al die visjes heen. Jemig, wat een eilanden zijn dit. Oh, wacht even. Daar staat een tempel. Ja, ik denk dat we daar alleen nog niet moeten zijn. Ik denk dat het nog te vroeg is om hier naartoe te gaan, of niet? Wat krijgen we nou? Dat ding is enorm. Wat is dit voor eiland? Een toren in de grote zee die noest alle getijden weerstaat. Dat moet de getijdentoren zijn natuurlijk. Oké. Spannend. Het paarse lint loopt helemaal door tot aan de top. Dit gaat lastig worden. Oftewel, hier moet ik nog niet zijn. Wacht, maar ik zie hier wel zo'n ruit in die deur. Kijk, moeten we op zoek naar die gekleurde stenen dan of zo? Ja. Oké. Olivia zegt, wow, wat groot. Ik krijg gewoon een stijf nek als ik er naar kijk. Ja, dat snap ik. Het lijkt de hemel te doorboren. Hij gaat alsmaar hoger en hoger. En het paarse lint ook. Ik kan niet wachten om dit ding te beklimmen. Denk eens aan alle verdiepingen die ons te wachten staan. Dat is misschien minder leuk als je niet kan zweven. Maar nog steeds leuk. Ja, trappen lopen, dat is niet mijn hobby, Olivia. Hoe gaan we dit beklimmen? Ja, goede vraag. Ik denk dat het alles te maken heeft met deze dingen. Die moeten we natuurlijk gaan vinden op de zee. Ja, lekker dit. Potverdorie. Ik kan natuurlijk wel alvast even dit lintje lostrekken. Zodat we hier naartoe kunnen warpen straks. We zitten nu helemaal linksboven in de map. En ergens hier tussen moet dus ook nog Ruiteneiland zijn. Maar waar? Shy Guy, heb jij een idee? Ik heb gehoord dat er 11 eilanden zijn op zee. Ik weet alleen niet waar ze zijn. 11 eilanden. We hebben er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gevonden. Dus er moeten er nog 5 over zijn. Maar waar? Is de grote vraag. Oh, kijk, daar is er nog één. Met een of ander vat staat erop. Ah, nee, dit is ook de verkeerde. Deze heeft de vorm van een schop en het noemt het Schoppeneiland. We hebben precies het ene goede eiland nog niet gevonden. Nou, laten we toch maar even gaan kijken, jongens. Wat is hier allemaal gaande? Hoe gaat het met jouw toad? Hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? Ik zit hier flink in de penari. Mijn vrienden kunnen wel helpen. Als je ze kunt vinden op dit eiland. Vast wel. Hier, hoppakee. Dat is nummer 1. Dat ziet er niet best uit. Hou vol, ik kom eraan. Jongens. Help je Mattie. Misschien zit er wel één in een kokosnoot. Nee? Oké. Ja, wel. Zie je, de groene zit in een kokosnoot. Nu nog de gele en de roze vinden. Oh, nee. Oh, pas op voor die... Cheep, cheepy, cheepy... Pas op. Nee, ik zeg nog pas op. Hatsenflats. De laatste. Oké, hopelijk komen ze nou niet nog een keer hier op dit eiland. Let's go. Muntjes, muntjes, muntjes. Hier naartoe. Hierop springen, denk ik. Yes. En daar is de volgende toad. Gele toad. Help hem. Nu alleen de roze toad nog, jongens. Ik denk dat we zomaar moeten gaan battelen met deze Goomba. Of kan ik op zijn bakken springen? Kijk, ik kan sowieso op zijn bakken springen. Nice. Zit hij hierachter? Ja, ik zag hem. Kom eraf. Het is trouwens een blauwe toad. Help je, Mattie. Oké, we kunnen duwen. Atza. En de volgende. Hoppakee. Ik weet niet wat voor een vage magic trick dit is, maar... ik weet niet, man. Dat lijkt me niet heel comfortabel voor de rode toad. Kijk hem in zijn onderbroek. Oké dan. Dit ziet er heel raar uit, jongens. Hij heeft geen beloning voor me. Hij kan me wel laten zien waar we een schat kunnen opvissen. Dankjewel. En dat is daar. Hier schuin onder. Zijn vestje is weg. Nee, ik voel me zo naakt, zegt hij. Ja, dat ziet er heel raar uit, toad. Ik geef je gelijk. Dat ziet er heel vaag uit. Heeft dit beeld nog iets te vertellen voor mij? Dit teken ziet er belangrijk uit. Geen idee wat ze betekenen, maar misschien komen ze nog van pas. Dus hij zal even een schets maken. Dat zijn we vergeten op dat andere eiland. Op Harteneiland. Potverdorie. Oké, jongens. Ik ben nog heel even terug op Harteneiland. Want blijkbaar is die schets die Olivia maakt ook van belang. Ze moeten nog heel even dit beeld aanraken.
En dan zien we dat de hart inderdaad beneden staat. En dan kunnen we weer weg. Laten we dan toch ook nog maar even naar Klavereiland gaan. Die vind je op vakje B3. Ja, kijk, dat is dit eiland met die palmbomen. Dit ziet er best groot uit allemaal. Hallo, Tootje. Bedankt, Mario. Als je tijd had om mij te redden, heb je vast nog wel meer tijd over. Ik wil naar die rustige plek net voorbij dit lange gras, maar er zijn te veel slechterikken. Jij hebt wel even tijd om me te begeleiden. Tuurlijk. Kom maar. We gaan gewoon in één keer rechtdoor. Geen probleem. Hier. Kijk, we zijn er al. Chill, toch? Hoppakee. Weer een symbooltje erbij. Kijk, dit is al gefixt. Je hebt me ontzettend geholpen, zegt hij. En ik weet zeker dat je me wil blijven helpen door mijn 3 vrienden uit het gras te halen. Oh. Aha, ik dacht al. Dit was wel heel simpel. Ondertussen gaan we lekker door met muntjes oppakken. We gaan richting die 14.000 die we nodig hebben. Oké, ik heb alle vijanden verslagen. Ik denk dat het tijd is om even de toadvinder aan te zetten. Even kijken. Zijn we al dichtbij? We komen niet echt dichterbij, volgens mij. Zit hij dan hier ergens of zo? Ja, kijk, hij zit hier ergens. Ja, kijk, hoppakee. We hebben er eentje gevonden. Nu de rest nog. Oké, hier zit er blijkbaar ook eentje vlakbij. We moeten meer deze kant op. Ja, kijk. Ja, hij tript. Ja, daar is nummer 2. Dit was wel even nodig, want ik denk dat we hem zonder de toadvinder toch heel moeilijk zouden vinden, al die toads. Misschien hier in de buurt nog. Ja, hier ergens. Ja, kijk, hij begint weer te trippen. Hoppakee, dat is nummer 3. Ja, en hij had er inderdaad 3 nodig. Dan zetten we deze weer uit, om batterij te besparen natuurlijk. Jongen, ik heb je vriendjes gevonden, jongen. Het duurde even, maar hier zijn ze. Ben je nou blij, vriend? Ze zijn me niet heel erg dankbaar, volgens mij. Kijk, deze is zelfs boos. Doe eens even rustig, joh. Je hebt maar 2 strandbedjes. Waarom heb je 4 toads nodig? Gaan jullie allemaal samen op een strandbedje liggen of zo. Nou, ze zijn in ieder geval toch wel weer blij of zo dat ze samen zijn, denk ik. Oh, kijk. De eerste die heet vreugde. De tweede die heet woede. De derde die heet verdriet. En de vierde die heet humor. Ah. Nou, lekkere combi. Het zijn de zwijmelzwammen. Een soort van een band of zo. Gaan jullie ook optreden voor mij? Ja, ze gaan binnenkort op tournee. Nou, hopelijk zien we je dan binnenkort wel verschijnen. Ze laten weer zien waar een schatje te vinden is. Dat is namelijk daar zo. Oh, kijk. Jou hoor. Woe! Groovy! Lekker man, lekker. Ik ga nog even hier Sniffit uit de boom halen. Sniffit, yo. Hey, ik zie dat je daar zo'n toadvinderapparaat hebt. Ik laat hem op voor 1000 munten. Nee, dat hoeft niet, vriend. Waarom zijn jullie zo gierig, jongen? Hoppakee, glanzende vuurbloem, jongen. Hey, ligt hier ook nog wat onder? Ja, kijk, een glanzende ijsbloem. Lekker. Kijk, ik ga even flexen met deze gasten, jongen. En dan gaan we de video afsluiten. Dit was deel 1 van onze onvergetelijke zeereis. In de volgende video gaan we deel 2 doen. En dan gaan we hopelijk Ruiteneiland ook nog vinden. Want dat is de enige die we nog niet hebben gevonden van alle kaarteneilanden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon. En vooral Paper Mario video's op dit moment. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!